toeval bestaat niet. Ik had tijdens de eerste podcast met Remo Spijers, met sportschoolhouder uit Beuningen van Spijers Sports, een gesprek. En toen zei hij, een van de fouten die ik nooit meer maak als ondernemer is mijn mensen in dienst nemen. Ik heb ze op de payroll staan. En toen zei ik, hey, maar is dat met Remy Browns van Sportvloning? Of hij zei Sportvloning. Toen zei ik, met Remy Browns? Hij zei, ja, met Remy Browns. En toen ineens kreeg ik net een appje, echt net. Hey, Norm, ik wil eigenlijk, of hij begon met 3 keer scheepsrecht. Ik wil niet echt meedoen, want hij kan natuurlijk ook niet meer omheen op Fitver. Je bent ook gek als je niet meedoet, gewoon als businesspartij. Maar dat is heel leuk. Dus hij, eigenlijk uit het niets kwam die weer. Ik had het niet eens benaderd. En toen dacht ik bij mezelf, nou ja, ik zeg Remy, oké, helemaal goed. Dus hij heeft steentje 77 al uitgekozen. Het kan heel snel gaan. En ik zeg, ik bel je ook gelijk eventjes op. Dus ik ga hem bellen, want ik wil eigenlijk wel meer weten over dat sportverloning.nl. Want het is best wel een heel interessant bedrijf en een interessant concept. Remy? Met Remy, ja. Hey, hoe is het? Goed, en met jou? Lekker. Hey, jij stuurde me net een app. Ja, dat klopt. 3 keer dat scheepsrecht. Klopt. 3 keer scheepsrecht. Eerste jaar was het het laatste moment en lukte ons niet om op de Fitvet te staan. Vorig jaar zat ik helaas met een operatie. Ja. En dit jaar, ik werd eigenlijk door iemand anders die zei, Fitvet komt weer eraan. Dus ik dacht, eigenlijk binnen een paar seconden, ik moet weer even een berichtje gaan sturen. Want ik moet ervoor zorgen dat dit jaar wel gewoon natuurlijk op de Fitvet staan. Mijn dag kan niet meer stuk. Ik dacht dat ik alleen maar een dagje, omdat ik ben eigenlijk gewoon verantwoordelijk voor het gros van de sales. En Jeroen er trouwens ook hoor. Maar ik dacht, nou, ik ga een dagje alleen maar gewoon een beetje zitten. Zullen we een beetje pielen gewoon op kantoor. En ik ga niks aan sales doen. Maar de sales komt gewoon naar je toe deze zomer. Het is wel heel lekker. Ja, dan doe je het goed. Dan doe je het goed. En gewoon het grappige is, en dat vertelde ik jou ook. Ik was natuurlijk ik was bezig met een podcast met Remo. Remy. En, ja. En toen had hij het over jou. En toen zei ik ook gelijk van, is dat van Remy? Hij zei, ja, dat is van Remy, Sportverlonings. Ah, en jij appte, dus ik vond het echt bizar weer. Ik hou ervan. Ja, ja. Zo komt het allemaal in één keer bij elkaar. Ja, nou maar vertel. Want het eerste jaar Fitver, toen wilde je eigenlijk al meedoen. Toen was het voor jou misschien nog iets te vroeg. Want toen begon je net volgens mij. Maar nu zijn we 3 jaar verder. Kun je mij vertellen wat Sportverloning precies is? Wat Sportverloning eigenlijk doet is, wij verlonen freelancers. En dan eigenlijk vanuit twee richtingen gedacht. Vanuit de ZZP-kant gedacht. We zien vaak in de sport mensen die graag werk willen. Bijvoorbeeld als personal trainer of dergelijke. Maar dit als een bijbaan doen of als bijverdienste doen. En niet de hele administratie graag willen hebben. Ja. Dus die willen wel een factuur kunnen sturen zonder dat ze administratie hebben. En nogmaals, denk aan een kleine PT. Denk aan iemand die groepsfitnesslessen geeft en die graag wil invallen op een club. Dus aan die kant is het vaak interessant. Aan de andere kant zien we natuurlijk het hele verhaal vanuit loondienst. Vanuit wat? Sorry, ik verstond je niet. Vanuit de loondienst. Ja, vanuit de loondienst, ja. Ja, soms is het ook een stukje seizoensgebonden. Je hebt drukke periodes op de club of met personal training. Je hebt minder drukke periodes. Je wil graag invallers neerzetten of je flexpool wil je verhogen, laat ik het zo zeggen. Maar om dat allemaal op contract te gaan doen, dat kan best een risico zijn. Ja. En dan is deze, ook weer deze manier, is gewoon heel prettig. Het voordeel namelijk is dat de freelancer zelf, de PT of groepsfitnessinstructeur zelf, die bepaalt wat de arbeidsvoorwaarden zijn. Heel snel een voorbeeld. Stel, dit is een bijbaan. Ja, dan wil je gewoon net zoveel mogelijk overhouden. Je draagt de belasting af en dat is het. Maar stel, je moet hiervan leven. Nou, dan wil je bijvoorbeeld sociale verzekeringen graag hebben. Dat als jij arbeidsongeschikt wordt of je baan verliest, dat je wel met de UWV kan stappen voor een uitkering. En misschien wil je vakantietaart sparen. Ja. Nou, en dat kun je helemaal inregelen tot op detail en op wat jij graag wilt. Ja, Ja, ik kan me ook wel voorstellen. Kijk, ik heb een bedrijf. Ik zei net tegen jou van ja, volgens mij doe ik het wel oké, maar misschien ook niet. Maar ik dan bij mezelf gewoon boeien. Gewoon, we gaan het er gewoon over hebben. Ik heb in ons bedrijf eigenlijk alleen maar freelancers, zeg maar. Hè? Omdat het ook gewoon een seizoensgebonden iets is. Dus ik heb een heel team en die werken gewoon op ZZP-basis. Maar dat is voor mij, om bij Sportverloning bijvoorbeeld te gaan, wat misschien best wel gewoon een goed idee is, is wel een stuk duurder, hè? Om het dan zo te doen. Want je betaalt natuurlijk gewoon alles alsof je een gewoon vast personeel hebt.
Nee, dat hoeft niet duurder te zijn. Okay. Wat je eigenlijk doet op dat moment is, wij zeggen eigenlijk altijd, als je nu met een ZZP'er werkt of met een freelancer werkt, spreek hetzelfde uurtarief af. Ik pak even een voorbeeld. Stel, je betaalt iemand 20 of 25 euro. Laten we het voor gemak even 20 nemen. Je betaalt iemand 20 euro per uur. Dan spreek je dat dadelijk weer af. Dus dan blijft het 20 euro exclusief BTW voor jou als opdrachtgever. Voor de opdrachtnemer blijft daar een netto bedrag van over. En dat is afhankelijk van de voorwaarden die hij kiest. Dus kijk, een zelfstandige, een ZZP'er die jou een factuur stuurt, die betaalt nu ook de belastingen. Nou, dat betaalt bij ons ook. Nou, dan blijft er netto over. Dat is eigenlijk exact hetzelfde. Dus dat blijft gewoon hetzelfde. Ja, precies. Maar, Maar mocht nu iemand ervoor kiezen om te zeggen van ja, als ZZP'er had ik geen altijd ongeschiktheidsverzekering. Dat vond ik best wel duur. Hè? En die wordt ieder jaar duurder. Het zit toch veel in de zelfstandige wereld dat dan toch net niet wordt gedaan vanwege de kosten. Dan kun je nu zeggen van nou ja, ik zet bijvoorbeeld 19% sociale verzekering aan. Daarmee zet je wel weer een stukje zekerheid voor jezelf neer. Kost het je 19%, maar 19% van heel veel geld verdienen is 19% van heel veel. Maar als je een maand niet werkt, dan betaal je 19% van helemaal niks. Dat is niks. Dus je zit niet aan vaste bedragen of stijgende bedragen gebonden. Ja, dat is wel interessant. En hoeveel, hoe goed gaat het? Want ben je nu ook echt 3 jaar bezig? Want ik vul het een beetje voor mezelf in. Ja, nou, we zijn nu officieel, zeg maar, moet ik even vertellen, 8 jaar bezig. Maar we zijn dus eigenlijk serieus 3 à 4 jaar aan de weg aan het timmeren. Heb ik het toch een beetje goed. Dus dat klopt inderdaad. Toen wij de eerste contact met elkaar hadden, toen waren we net een jaartje onderweg. En toen wilden we wat serieuzer dit op gaan pakken. Ja. Voor ons was het natuurlijk in het begin ook een beetje zoeken van wat kan wel, wat kan niet. Want het allerbelangrijkste is... Om een indicatie te geven, op dit moment hebben we 12.000 freelancers die wij verlonen maandelijks. Wow, dat gaat wat goed, joh. Ja, dat gaat echt bizar goed. Er is gewoon echt, kijk, helemaal met de platform-economie of de gig-economie tegenwoordig, is het natuurlijk enorm interessant om op deze manier je werkzaamheden in te vullen. Ja. Of zijn de bijverdiensten of fulltime. Ja. Dus we zijn ook wel echt een serieuze speler natuurlijk geworden voor bijvoorbeeld een belastingdienst of een UWV. En die weg kent natuurlijk een hele hoop hobbels, haken, ogen, haarspelbochten en op. Dus het heeft wel de werk met zich meegebracht. Maar toen we eenmaal 3, 4 jaar geleden toch wel zagen dat we echt op de goede weg waren en serieus genomen werden. Toen zijn we ook meer naar buiten gaan treden, meer marketing gaan maken. En dat gaan we nu alleen maar verder doortrekken. Vandaar Fitver. 22 november. te gek, weet je. Maar super, joh. Maar jeetje, gewoon, dat is echt veel. Maar sportverloning.nl, het zegt natuurlijk niet voor niks. Zit je wel echt alleen in de sport? Of heb je misschien ook een bankerverloning.nl? Nou ja, een beetje overdreven, hoor. Maar gewoon... Wat je nu ziet natuurlijk, wat je begin met zag, is dat bijvoorbeeld bedrijven die projecten krijgen en dergelijke, bijvoorbeeld in de beveiliging, die kwamen ook naar ons toe. Ik kan me voorstellen. Aanbestedingen. Voor een tijdje, en dan kun je in ieder geval iemand neerzetten, of te zeggen van nou, we hebben 3 jaar een aanbesteding gekregen, maar na die 3 jaar weet ik niet of ik jou door kan zetten op contract. Kan ik je doorzetten, maar niet, dan wil ik niet dan het risico van het contract hebben. En dan is natuurlijk sportverloning was weer een uitkomst. Hè. Je ziet de moederwereldmodellen werken ook heel onregelmatig. Ja. We zien toch ook de scholenwereld steeds vaker bij 100%, dat hoor je ook. Ja. Gewoon dat heel veel leerkrachten gewoon... ZZP'er worden, omdat ze nog veel meer geld kunnen verdienen. En er is een groot tekort, dus daar gaat het trouwens wel een beetje mis. Maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Dus we willen ook die flexpool, nu zijn er weer wat wetsveranderingen geweest in het voordeel van de loondienst in de onderwijswereld. Maar ook die flexpool willen ze zo groot mogelijk houden. In het verleden zag je vaak bijvoorbeeld ook bij overheidsinstellingen, dan waren er bepaalde regels, waardoor je eigenlijk meer geld kwijt en risico kwijt, zoveel risico had met iemand in loondienst te nemen die puur alleen als flexkracht werkt. Dat was niet aantrekkelijk. Die kon je misschien 2 keer een jaar inzetten. En als je dan een leerkracht neemt die in het basisonderwijs moet gaan werkzaam moet zijn, vervolgens gaat hij met zwangerschapsverlof en dan in die 4 maanden tijd komen er 4 verschillende leerkrachten omdat ze anders contractueel te veel risico lopen. Ja, dat kan niet. Weet je, buiten het hele loondienstverhaal en noem maar op, ga kijken naar het onderwijs en je wil natuurlijk wel ook voor de kinderen dat kunnen bieden wat maximaal is. Want natuurlijk 1 leerkracht in die 4 maanden is natuurlijk beter op 4 verschillende leerkrachten waar ze aan moeten wennen. Dus je kan echt enorm breed gaan met je bedrijf.
Je ziet er rooskleurig uit, jongen. Ja, ja, we hebben dus ook verloning.nl, zeg maar, ook daarin. Kijk, en artiesten, je ziet het steeds breder uitlopen. Tuurlijk. Er zit een legio aan mogelijkheden. Nou ja, en vooral nu natuurlijk, weet je, met de Belastingdienst, hè, wat natuurlijk aan de hand is natuurlijk. Hè, over dat vastwerkneming, weet je, de ZZP'er, dat is nog niet helemaal rond. Nou, en daar weet jij natuurlijk alles van. Maar we gaan niet even zo in depth, maar ik weet daar een beetje van. Ja, ik heb daar natuurlijk ook mee te maken straks. Dus nou, waarschijnlijk word ik ook klant van jou. Maar daar gaan we nog eens een keer samen over praten. Hey, wat zijn een beetje de bekende klanten op dit moment uit de fitnessbranche die jij hebt? Nou ja, goed, je noemde net zelf al dat je Remo had gesproken. Ja, Spire Sports, Beuningen. Ja, Spire Sports, daar hebben we best wel een mooie opzet gemaakt eigenlijk. Mm-hmm. Waarin hij ook heel tevreden is hoe hij juist heel commercieel naar de toekomst kan kijken. Mm-hmm. En waar ik zelf wel op trots op ben, is bijvoorbeeld dat een gemeentelijke instelling als Alkmaar Sport. Alkmaar Sport? Ja, dat is toch wel een organisatie die heel veel voor de gemeentes doet. Hè. Mm-hmm. Bijvoorbeeld EK Wielrennen is er binnenkort. Nou, dat pakken ze helemaal op. Maar ze hebben ook beheer van de schaatsbaan. Ze leveren sportdocenten aan middelbare scholen. Dus ze zitten heel breed. Mm-hmm. Maar dat betekent dat je niet alleen in de commerciële wereld, maar ook in bijvoorbeeld het gemeentelijke gedeelte, dat ook vaker serieus genomen wordt. Ja. Een Snowworld, die zit natuurlijk met seizoenswerk. Snowworld? Ja, ik kan je soms slecht horen, hoor. Gewoon ligt meer aan mijn Nee, maar dat maakt niet uit, maar het ligt meer aan mijn oortje misschien. Dus ik moet soms gewoon even herhalen, want anders zeg ik iets geks. Als antwoord. Ja. Snowworld, ja. Kijk, want je hebt natuurlijk seizoenswerknemers veel. Mm-hmm. En tegen de winterperiodes wordt het druk, want dan gaan veel mensen skiles nemen, snowboardles nemen. De zomer hebben ze het relatief heel rustig. Ja. Dus vandaar is dat natuurlijk ook vaak heel interessant. Ook omdat zij dus ook met het seizoen, ze kunnen niet met vaste contracten. Nul-urencontracten is tegenwoordig natuurlijk een hele andere regeling over. Mm-hmm. Dus dat zijn wel organisaties waar we echt daadwerkelijk hele grote voordelen zien om te gebruik te maken. Maar een ander voorbeeld wat me toevallig te binnen schiet is bijvoorbeeld Strong Viking. Ik denk in de sport, iedereen kent wel het Strong Viking, je hebt Spartan, je hebt Mudrace, maar ook Strong Viking maakt eigenlijk volledig gebruik van sportvloning, omdat zij ook weer werken met de ene maand hebben ze heel veel evenementen en tuurlijk. Ja, in december heb ik zelf ook, heb ik hetzelfde. Kijk, ik heb natuurlijk voor de mensen van Fitfair of voor Dancefair, dat zijn twee totaal verschillende gewoon groepen mensen eigenlijk ook. Ja, en dan heb je ook gewoon eigenlijk gewoon, weet dat zeg maar echt gewoon seizoenswerk is het ook bij mij. Dus ik snap dat Strong Viking dat ook super interessant vindt. Ja. Dus te gek. Waar kunnen de mensen jou vinden? Is het www.sportverloning.nl? Zo simpel is het. Gewoon sportverloning.nl. En daar vind je alle info op. En mocht je meer info willen, kunnen ze altijd sowieso mailen naar info@sportverloning.nl. Okay. Ook redelijk simpel. Ja. Die mail komt ook altijd bij mij terecht. Dus dat is geen enkel probleem. Dan weet je ook dat je als het goed is een zo goed mogelijk antwoord krijgt. Nou, helemaal super. En ik zorg ook voor dat jij spreektijd hebt op beide dagen op Fitfair 22 en 23 november. Voor iedere PT'er, iedere sportschouder die eigenlijk nadenkt over het verlonen van zijn personeel. Ik denk dat het super interessant is om daar ook aanwezig te zijn. Remy, super bedankt voor je tijd eventjes. En snel kan het gaan. Dus 1, je appt me. 2, je standplek. Ik heb al gezegd dat je kunt spreken. En gelijk al een podcast. Binnen een uur. Ja, what the fuck. Ja, dat gaat snel, hè? Nou, hartstikke bedankt, Remy. Ik spreek je snel, hè? Is goed. Dankjewel. Succes. Hoi. Hoi.